Oké. Ook heb je al met Rena gepraat over die nieuwe album, zo goed is. Ja. Heb jullie al besluit door wat gaan jullie doen op je album en wat zijn nieuwe songs zullen jullie doen? En... Ons is in die proces al, om nou te praten. Krijg sinds dan een beetje op tour en dan kom je zo maar op morgen terug. En dan gaan we een beetje van die kijkers en muziek doen en een beetje een of twee van andere reviews en melodieën gebruiken. Een paar liedjes zelf geschreven. Jij van mijn liedje. Ik is hier weer duidelijk, ik is niet een schrijver als het bij songs kom. Ja, die Rena, album en jou album, of die album wat jullie samen maken. Ik denk dat is een groot opwachting. Het is maar dan om rechter, want dat is een icoon. En het is mijn voorraad om te kunnen zingen. En Johan is ook betrokken voor die album? Ja, hij gaat een beetje hier en daar gaan hij werking doen. Ik hoop nog, want ik heb hem laatst gevraagd. Ik denk hij zou. En waar gaan jullie opnemen? Je besluit? Ik moet hem op die plaats, hier is in die atelier opnemen. Ja, ik denk dat is een rustiger atmosfeer op die plaats. Ja, ons kan in die middag zo ons broekje eet en dan... Dat is nog wel een ekwerk. Heerlijk. Dat is lekker. Nee, ja, ik denk dat het een great limb is. Heb je al een paar songs van ons album begin aan werk? Nee, maar ik weet, want elke keer je mij zoen dan krijg ik meer inspiratie. Zo, je moet mij nog zo, ik neem een beetje meer met zoen.